We zijn hier momenteel op het eerste verdiep van Idealabs. Idealabs sponsort eigenlijk start-ups. En hier komen 10 start-up bedrijven die uitgekozen zijn in samenwerking met Telenet. Wij van Going East hebben het ontwerp gemaakt voor de ruimte. Een ruimte van ongeveer 600 vierkante meter. Daarachter komt er een soort pitch arena. Daar komen grote coworking tafels. En dus ja, overal komen er ook heel veel planten om een beetje ervoor te zorgen dat dat wit effect toch een beetje minimaliseert en dat er toch wat kleur in komt. Wat gaan we nog doen met die plinten? Die moeten eigenlijk afgesneden worden. De uitvoering moest eigenlijk gebeuren door sociale economie. Dus dat is bijvoorbeeld een kunig, Manus, Levanto en dergelijke. Al het los meubilair is eigenlijk door de kringloopwinkel aangeleverd. Het was eigenlijk een heel leuke samenwerking met al die verschillende partners. De sociale economie, de stad als sponsor, Idealabs als klant. En ik hoop dat het eindresultaat ook voor de start-up zelf een beetje inspirerend gaat kunnen werken. Volgende week woensdag is de opening, dus het is even nog zwaar. We zijn hier bij de Kringwinkel Antwerpen, een van de grotere kringloopcentra van Vlaanderen. De samenwerking met Idealabs kadert eigenlijk voor ons in een besef dat er nog te veel goederen terechtkomen op die afvalberg. Een project als Idealabs is dan ook voor ons interessant, omdat we er effectief een aantal goederen kwijt kunnen in die context die anders niet verkocht kunnen worden. Deze stoelen, die worden straks allemaal zwart geschilderd. De gewone particulier wil niet 5 verschillende stoelen rond een tafel over het algemeen. Maar mooi zwart geschilderd kunnen die straks inderdaad nog dienen als vergaderstoel. Voilà, die zijn klaar om verstuurd te worden naar Kunig. We zijn hier bij Kunig, sociaal economiebedrijf, en we staan hier voor tafels die van de kringwinkel komen, die wij gebruiken als grondstof en die zo recycleren in de nieuwe meubels van het project Idealabs. We richten ons bij Kunig op het maken van meubels en inrichting met onze verschillende afdelingen metaal, schrijnwerkerij en garnierderij. Hier komen we nu in de schrijnwerkerij waar we de platen en de planken verzagen voor de montage van de meubels van Idealabs. Kunig is in het project ingestapt op vraag van de stad Antwerpen omdat zij een samenwerking wilde opzetten tussen de reguliere economie en de sociale economiebedrijven. Uiteindelijk komen de goederen toe op de shipping, waar wij ze nu al geladen hebben om ze te leveren aan Idealabs. We hebben zeer graag meegewerkt aan dit uniek project en zijn heel nieuwsgierig om de afgewerkte ruimte te zien. Wij zijn Manus, een bedrijf dat gespecialiseerd is in sociaal ondernemen. Dat wil eigenlijk zeggen dat wij mensen die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans hebben, een kans geven om veel bij te leren en we gaan proberen die te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze is de Ricky. De Ricky is de man, polyvalente arbeider bij ons in de ploeg. Onze taak hier is vooral het ondersteunen van alle aannemers die hier werken. Voor Idealabs en voor de stad Antwerpen. Het fijne aan dit project is dat we kunnen samenwerken hier met Idealabs, die toch mooie projecten neerzet. Ik denk dat het voor ons een opportuniteit is en leerrijk voor iedereen die normaal is. Welkom in de nieuwe werkplek. Zoals jullie allemaal kunnen zien, is het hier bijna af. Zoals je ziet zijn de werkmannen de laatste inspanningen aan het doen om het hier af te krijgen voor morgen. Dus vanaf morgen komen hier 10 start-ups die onder begeleiding van Telenet Idealabs gaan knallen. Telenet Idealabs is een verticale accelerator, wat wil zeggen dat er 10 jonge start-ups eigenlijk vanaf nu op deze werkplek van een idee naar een werkend prototype gaan in 4 maanden. Dus echt een rollercoaster. Wij als Telenet Idealabs gaan die eigenlijk begeleiden
onder de vorm van een mentornetwerk van 80 mensen. We geven die wat kapitaal, 25.000 euro, waarbij dat ze van iets heel klein naar iets heel groot kunnen gaan op een zeer korte tijd. Deze office space komt tot stand door een samenwerking tussen verschillende partijen. Enerzijds de creatieve economie en de sociale economie van Stad Antwerpen en wij als organisatie Talent ID Labs. Het was een hele uitdaging, want dat zijn ook drie verschillende groepen met verschillende focussen en die werden ineens allemaal samengebracht, wat eigenlijk ook een rollercoaster was. Dus heel interessant en heel goede connecties kunnen leggen en hopelijk kunnen we dat nog goed doen in de toekomst. Welkom iedereen op de opening van Telenet ID Labs. Wij zijn Screetbook, wij zijn een van de 10 start-ups. Wij zijn Camper, ik ben Sebastian en dit is Wim. Hi, wij zijn van On Air. We hadden al lang zin om er tegenaan te vliegen en dit is nu ook een uitstekende kans om ons eigen plaats te hebben hier. We waren er naar aan het uitkijken en het ziet er heel hip en trendy uit. Ik vind het wel tof dat dit een heel open gemeenschap is eigenlijk, heel inspirerend. Je staat dagelijks in contact met de mensen van de andere start-ups en je leert heel veel bij, want het is altijd wel een soort van kruisbestuiving, uitwisseling van ideeën en informatie. We zijn heel blij met het resultaat, we zijn heel blij met de samenwerking die uiteindelijk een fantastische vloer heeft opgeleverd waar 10 start-ups kunnen groeien en eigenlijk de wereld overnemen.